is het aan het achterhek? Juist. Nou, dan moet u eens goed luisteren, meneer de Vet. 150 dozen in kerstpapier. Van elk 50 bij 40 centimeter. Dat is toch een stapel die je niet ongezien mee naar buiten neemt, hè? Nee, niks politie, meneer de Vet. Dit is een interne zaak van de bewakingsdienst. Ja. Meneer de Vet, het is een heel rijk en zwaar pakket. Ja, want we hadden het zelf samengesteld. Nou, precies. Dus een normaal mens kan er maar één tegelijk dragen. Hebt u nou ook niet 150 keer één en dezelfde man in en uit zien lopen met een grote bult onder zijn jas? Nee. Ja, rustig maar, meneer de Vet. U krijgt uw kerstpakket nog voor 12 uur, ja. Goedenavond en goede wacht. Wie? Van mijn kerstpakketten ontbreekt elk spoor. God, dit is de enige. De enige. En het feest begint nu. Ja. Mercedes die buigt bijna door. Moet die achterband zien. Zijn nou, zacht. Heb je... dames en heren. U hebt deze vluchtfoto van de heer Van der Pannen nou al een paar keer op het scherm gezien. Maar hebt u op die achterbank gelet? Moet u eens wat kijken. Daarop ligt? Kijkt u eens even goed. Kijk eens goed naar die achterbank. Kijk eens even. Kijk eens even. Ziet u wat dat zijn? Dat zijn onze kerstpakken. Meester Onno van der Pannen is er vandoor met 150 blikjes truthaanpasteen. Meat portwijn. Met 150 plakken Lübecke marsepan. En met 150 kaasbijltjes. Is dat niet te geloven? Persfotografie in de jaren 70, dames en heren. En is het niet godgeklaagd een directeur die er vandoor gaat met de kerstpakketten van zijn personeel? Onbestelbaar, wie? Meester Onno van der Pannen, het interim kerstpakkethoofd der VPRO. Die speel ik door aan terzijde. Trouwens, als Vrij Nederland erin duikt in de zaak van de Pannen, dan zitten ze het hele volgend jaar goed. Zijn alle nummers nu al vol. Oké. Okay. Wij hadden ze beter moeten bewaken. Oké. Toegegeven, een gangkast is nooit ideaal. Nooit ideale gangkast. Maar Koot, als wij dan straks die VPRO-medewerkers gaan vertellen wat we hier nog meer hebben aangetroffen betreffende de heer Van der Pannen, denk je dat ze dat ons dan nog kwalijk zullen nemen? Nou, nee. Een paar van die pakketjes. Hi-ha, kerstpakketten, 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 hi-ha, kerstpakketten. Maar het is met meester Onno van der Pannen, dames en heren, ook allemaal nog veel erger dan het lijkt. De eerste lade, de beste, die wij opentrokken, was tot aan de nok van zijn rand gevuld met free tickets van de KLM. Ja. Alsjeblieft. En dan moet mevrouw Smit-Kroes maar eens uitleggen wat een hoge functionaris van de Nederlandse televisie te zoeken heeft samen met zijn vrouw op Bali en in Los Angeles. Maar ik begrijp het niet, Bie. Ik begrijp het niet. Wat moet iemand nou in hemelsnaam in zijn eentje met 150 kerstpakketten? Oh, dat begrijp ik best, Koot. Hoezo dan? Nou, Van der Pannen zit tot zijn nek in het Mollensyndicaat. In het Mollensyndicaat? Nee, in de SAMIVOS. Samenwerkende internaten voor zwakzinnige zorg. Dat is de map SAMIVOS. Precies, daar zit hij in het stichtingsbestuur. Ja. Ja. Dus hij verpatst volgend jaar die kerstpakketten tegen de driedubbele inkoopprijs aan een van zijn eigen tehuizen voor psychisch gestoorde bejaarden. Maar dat blijft al nooit een jaar lang goed, truthaanpasteet en portwijn. Wat kan Van der Pannen dat nou schelen? Al staat de schimmel zo dik op die blikken kreeft. Begrijp je? Oh, ja? Als het maar schuift, begrijp je? Nee. Voor zijn dure hobby's, voor het jagen, voor zijn wijnkelder, voor de smalfilmerij. Oh ja, hè? Die smalfilms. Ja. Daar hebt u de afgelopen 3 maanden al een paar mooie staaltjes van gezien. Moet u kijken wat we hier in zijn kantoor aantroffen. Koot, laat jij zien. Ja, dat gaat ook allemaal automatisch. Allemaal ingebouwd van VPRO-gelden, hè? Kijk, als ik op deze knop druk, hier, deze, dan druk ik op en dan schuift er nu een jachttafereel opzij, precies. Dan verschijnt de projector automatisch. Druk ik op deze knop, zakt er een scherm uit het plafond naar beneden. Hm. Kijk, daar komt het. Ja. Zie je wel? Nou. Zo zat meneer hier te kijken. Ja, zijn privébioscoopje. Dan bent u misschien benieuwd naar een van zijn laatste producties. Nou, die zat in een nog warme projector. Koop, druk hem maar. En dan gaat het licht uit, hè? Ja, dan zou je het zien. Daar komt hij. Doe maar. Oké, Koop. Ja, doe het licht maar weer aan. Ja. Dit was een pornopanproductie, dames en heren. Wat geknoei met eten ook. Wat een geknoei met eten. Mm. Maar heb je gezien wie er in het midden lag? Nee. Heb je dat herkend? Dat was zijn vrouw. Dat was Toos van der Voos. Ja, dat was Toos van der Voos. Nog een keer kijken. Kom. Nee, Koop. Nee, oké. Het is een familieprogramma. Ja. Maar reken maar dat hij die seksfilms duur verkoopt, hoor. Aan wie dan?
Aan het Midden-Oosten, via zijn commissariaten bij de Shell en de ABN. Zit hij daar ook in de top? Natuurlijk, hier, dat blijkt uit de stukken. Ja, nee, dat is nog maar kinderspel bij wat hij heeft gedaan met het VPRO-pensioenfonds. Heeft hij aan onze pensioengelden gezeten, Pien? Hij heeft al het geld van het VPRO-pensioenfonds gestoken in projectontwikkeling in de Ardèche. En daar bouwt hij op dit moment 2000 van dit soort bungalowtjes. 150 kerstpakketten en 2000 huizen. Wat moet iemand met 2000 huizen in zijn eentje? Stuk voor stuk verkopen via... Via wie? Makelaar W. Strik. Als die naam je nog iets zegt, Koot. Zie je hoe het allemaal in elkaar gaat? Daar duidt Strik weer op. Wat we ook zeker moeten vertellen, Bie, aan de VPRO-medewerkers, is van zijn platenprojecten. Oh ja. Hij heeft namelijk kennelijk een serie witte platen gemaakt. En dat ligt straks in de winkel voor 19 gulden het stuk. En dat kost meester Onder van de Pannen niks, want die heeft hij gewoon getaped van de radio. Ja, daar kletst hij zich ook nog wel uit dadelijk, hoor. Want hij zit in het bestuur van Buma en Stemra. Grijpt u wel? Het is niet te geloven. Hè? En bij zo'n man, dames en heren, hangt dat aan de muur. Ja. Kortom, het moreel van meester Onno van der Pannen is de moraal van de jaren 70. Koot, jij had daar een mooi woord voor, geloof ik. Ja, gedrog. Gedrog is namelijk permanent, onoprecht menselijk gedrag. Precies. En kijkt u daarom nog eens goed naar het volgende vijfluik over gedrog. Dan zien wij u graag over 31 minuten weer terug in de kantine. Het is echt niet te geloven. Het gaat je pet erboven.